ik ben Hannes, ik ben weer op pad voor Siniak Laak. En nou, ik zit nu in een heel mooi huis. Niet in Laak, maar iets daarbuiten. En bij wie zit ik? Bij Nelleke Tissot van de Stichting Katvinder. Ja. En wat is dat, die Stichting Katvinder? Wat doet die precies? Wij trachten kwijtgeraakte katten op te sporen, te registreren allereerst en dan op te sporen. En zo moeten wij dus ook de gevonden katten registreren en dat trachten bij elkaar uit te zoeken of dat past. Het betreft dus alle katten uit Den Haag, neem ik aan. Ja, wij doen heel Den Haag en de rand eromheen ook. Maar Laak is er zeker bij. En de rand, daar bedoel ik dan bijvoorbeeld Rijswijk mee. Omdat Laak daar direct een grens is dat van groot belang. Omdat katten heel vaak overlopen van de grens naar Rijswijk of andersom. Rijswijkse katten naar Laak. En zo moet je dat trachten bij elkaar uit te zoeken of dat past. Ja, en ben je nou lang bezig met die stichting? 4,5 jaar. En dat loopt heel goed, want het is bijzonder druk met vermiste katten in heel Den Haag natuurlijk. Ja, dus de mensen weten jou wel te vinden als ze een kat kwijt zijn. Ja, dat is via de dierenambulances en de politie en de asiels. Die geven ons telefoonnummer door aan mensen die een kat kwijt zijn. Of waar één gevonden hebben ook. Dat is heel belangrijk, katten te melden die gevonden zijn. Of die je ziet rondlopen, mager en misschien vies eruitziend of heel bangig. Maar goed, tante Beb bijvoorbeeld, van de Gouverneurlaan, die is de kat kwijt. Wat moet ze dan doen? Dan zou ze moeten bellen naar ons nummer. Dat is 399-2020. En dan krijgt ze bijvoorbeeld mij aan de lijn, meestal wel. En ik kan dan haar van allerlei vragen stellen over die betreffende kat die ze kwijt is. En ik tik dat direct in de computer in. En kan dan ook in de computer kijken alvast of er een kat in de buurt is gevonden. Die lijkt op haar kat. Ja. En als dat niet zo is, dan staat die in ieder geval geregistreerd. En kunnen we elke dag dat er weer nieuwe katten gevonden worden, die ook geregistreerd worden, kunnen we kijken of de kat van tante Beb daar bij zit. Maar je gaat dus niet met een schepnet zelf door Den Haag zoeken? Nee, wij gaan niet met een schepnet zelf, want daar hebben we geen tijd voor. Want in de zomer is het zo druk dat we hier wel 12 uur per dag zitten. En in de winter gelukkig stiller. Nu is het weer rustiger geworden. Na zomers willen ze liever de hort op of zo? Nee, maar dan heeft iedereen zijn ramen en deuren open. En ook zijn er veel mensen op reis. En tijdens de vakantie zijn er veel katten die weggaan of de weg kwijtraken of in ieder geval kwijtraken. Hoeveel vermissingen van katten zijn er nou per dag? Wat Den Haag betreft worden er ieder jaar zo'n 1700-1800 vermist en zo'n 2500 gevonden. Er worden er meer gevonden dan er vermist zijn? Ja, altijd. En de reden waarom er meer gevonden worden dan vermist is dat heel veel mensen ook misschien hun kat wegdoen of niet meer willen. Dat gebeurt ook. Dat mensen laten lopen. Of bij verhuizingen achterlaten. En die melden dan niet dat hij vermist is natuurlijk. Nou, vind ik wel erg zeg. Maar nou heb je ook een website opgezet. Ja. Hè? Hoe heet die? Dat is www.katvinder.nl. Dat is de website? Dat is de voorpagina van de website. Ja, als u daarop klikt, dan kom je de website binnen, zeg maar. En dan krijg je verschillende opties. Nelleke zet elke dag een klein bericht hier over wat urgent is of iets anders. En dan heeft u hier knoppen op de bovenkant. En pushes die knoppen. En dan kunt u naar bijvoorbeeld gevonden katten. En daar krijgt u een hele lijst van katten die gevonden zijn. En dat is best wel lang. Maar dat is over de laatste 2 maanden. Hier kunt u ook door katten die vermist zijn gaan. En meestal kunnen mensen zien of de kat bij zit. Of dat kan meestal. Dat is best wel duidelijk. De leeftijd zit hierbij, de kleur, de soort kat. Aantekening zeg maar, sokken, voeten of ze wit zijn en dat soort dingen. Dan hebben we ook een fotopagina. En daar zit. We hebben niet foto's van alle katten. Maar daar staan wel de namen bij, zie je. Ja,
hier hebben we namen bij en een referentienummer. Dat is heel belangrijk on als mensen, dat is mijn kat, dan moeten ze een referentienummer geven aan Nelleke, ze kunnen het opsporen. We moeten een ander systeem inbrengen voor die foto's, omdat dit wordt heel veel nu. Ja. We krijgen zoveel dat dit niet meer te doen is. So we moeten wat investeren in een nieuw systeem, denk ik. Omdat we hebben echt honderden van die dingen. Het gaat gewoon en een hele pagina van. Maar dan zijn er laag ook twee katten vermist, hè? Ja. Weet jij dat nou? Nou, ik weet dat niet te vertellen, maar hier hebben we, is dit een van die laak? Ja, dat is Zoe. Er staat een foto van Zoe. Op de internet, ja. Dus we kunnen Zoe even op. Zoe wordt vermist. Ja. Boven of beneden? There is Zoe. Ja. Dat is Zoe. Ja. Zoe is van die uit de Koopmans van Boekerenstraat. Referentienummer 17963. Nou, ik vind het dus geweldig wat deze stichting Katvinder doet. En ik zou Nelleke en James ontzettend willen bedanken. Je moet niet vergeten, ze doen het helemaal kosteloos, zonder subsidie. Ze krijgen er een nakko niks voor betaald. Nelleke, wil je nog één oproepje doen misschien aan de kijker? Ja, ik wilde vragen of iemand misschien zin heeft om te helpen. Wij zoeken vrijwilligers, dat is ongelooflijk nodig. Kijk eens aan, mensen, ik zou zeggen, ga bellen met het bekende nummer 070-399-2020. Laat zien dat u van beesten houdt. Oké, tot ziens, tot kijk.